daily. Life streams. Alchemate. Seek legends. No man. Hey kijkers van Sick Legends 01. Vandaag ben ik hier met Chris en we zijn in de SL server en ik had een idee. Misschien dat ik met mijn kijkers meer moet doen. Aangezien ik nu de 1600 abonnees heb behaald, wat ik echt fucking vet vind, ga ik dus survival in mijn eigen survival server. Dus Mensch. Ik ga het even uitleggen. Ondertussen kan je gewoon gaan hakken hoor, want ik ga dat ook doen. Je kan met mij opnemen als je wil. Maar dan moet je in de SL-server moet je dan zitten. En dan ga ik wel eens in de zoveel tijd zeg ik dan van yo, wie wil helpen met opnames? Voeg me even toe op Skype of ik voeg jou toe op Skype en dan gaan we lekker survive, lekker opnemen. Dus dat. Maar Chris, wie ben jij? Want ik heb jou gekozen omdat je een admin bent in de server. Dus vertel. Nou, ik ben Chris, 15 jaar. Ik kom uit Zandpoort. Ja, ik ken Mitchell een tijdje nu. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe lang. Ja, best lang volgens mij al. Dus ja. Hoeveel hout heb je eigenlijk al? Nu 8. Ik heb er al 14. 15. Want ik dacht. 9. Ik ben gewoon hier random heen gevlogen. Ik heb gewoon speed 10 gedaan. Ben er heen gevlogen. En dacht van ja, mooi plekje. Nog nooit in zo'n wood forest geweest, zeg maar. Ik ook niet. Dus ik dacht van ja, het is wel vet om nu hier op te nemen dan. Even kijken. Ik heb 21. Ja, ik hak deze boom gewoon niet helemaal weg. Ik ben niet gek. Het duurt veel te lang. Zo, 23 hout. Oh, dan heb je dark oak. Wat is dit dan? Inderdaad. Ah. Blok. Wil je die koeien houden of wil je, of zeg je van Mij interesseert het niet. Ja, dood. Dood. Zo. Oh, we hebben twee crafting tables nu. Nice. Hierboven staat het ook nog wat. Wat? Eten natuurlijk. Wat zeg je? Hierboven staat ook nog eten. Oh, paar koeien. Daar heb ik heel mooi hout. Kan je dat voor me doen? Dat witte hout. Geduld, ik ben lui. Dat witte hout. Hey, cool. Kool. Dit gaat lang duren, of niet? Zeker lang. Ja, ik heb het. Ik ga verzuiveren. Oké. Wat gaan we maken? Ik zit gewoon te denken, eerst gewoon aan zo'n simpel huisje, weet je wel. En dan gaan we later uitbreiden naar villa. Villa Mitta. Klinkt wel leuk. Klinkt wel leuk, ja. Villa Mitta en zo. Oké, schaap. Laten we leven. Wat? Gaan we hier wonen? Ik ben een beetje aan het mijnen. Vond ik wel leuk. Kom, we gaan hier wonen, want dan kunnen we een mooi pad maken. We hebben een hele forest om ons heen. Dat komt wel goed. Even kijken. Denk wel. Ja joh.
Als jij hout hakt. Oh, mijn god. Ongedaan. Hoeveel hout heb je nog? Ik heb nog een stack of zo. 37 heb ik nu. Ja, wood of wooden planks. Wooden planks. Heb je zo weinig gemined? Ja, ik heb het gehakt. Gemined, toch wel. Ja, gehakt bedoel ik, sorry. Ik zal wel even wat meer nemen. Even kijken, want we hebben ook nog een chest nodig volgens mij. Lijkt me wel handig. Even kijken. Zo. Water hebben we genoeg, dus als je seeds hebt, dan... dan kunnen we het gelijk voor ons huis, voor de deur doen. Een schep is ook wel handig, denk ik. Denk het wel. Even kijken. Zo. Er lag nog hout daar, lol. Oké. Ik maak het hier even. Laat maar. Ik heb niks gezegd. ik maak even met twee chesten als dat redt. Ik kan er eentje maken hier. Zo. Ik heb nu twee chesten erbij. Heb je steen? Tuurlijk heb ik steen, ik heb lopen mijnen. Mag ik steen? Eentje. Mag ik zo genoeg steen voor een furnace? 20 dan maar. Ik heb er nu 31. Kan ik niet tellen. Blijkbaar niet. Even dat eten erin doen. Ja. Als jij hout hakt, dan ga ik minen. Oké, is goed. En ik heb het liefst, wil ik dat witte hout, weet je wat, aan de overkant van de van een meertje, rivier of wat ook is, ligt. Dus dat lichte hout toch? Ja. Ja, dat birchwood. Ja, dat heb ik nu al. En dat vind ik heel, heel chill om mee te bouwen. Ik ook dus. Gewoon lekker als vloer of zo. Oh wauw, die MC-MMO is echt helemaal veranderd. Als je nu levelt, dan zie je gewoon je stad daarnaast. En dan verdwijnt hij. Ja, ik zag het. Dat is wel hip. En lekker van cool. Toortjes neerzetten. Is wel handig. Ik zal trouwens ook eventjes het IP in de beschrijving zetten en ook wel in beeld, denk ik. Ik denk dat het wel handig is. Als ik dat doe, of niet? Ik denk het wel. Want anders kunnen ze nooit joinen en nooit meedoen, dus dat... vinden ze zeker heel fijn. Ja, ik denk het wel. Het is gewoon geen whitelist. Ik dacht van ja, als ik whitelist ga doen, dan moet ik iedere keer mensen whitelist, heb ik geen zin in. Daar ben ik toch voor? Ja, nou, maakt niks uit. Mij maakt ook niks uit. Volgens mij maakt het hun ook niks uit dat er geen whitelist op staat. Dat hun het alleen maar leuker vinden. Ja, kunnen ze zoveel mensen uitnodigen als ze willen. Klopt. Dus. Ik zit te denken, we hebben helemaal geen rulesbord gemaakt in de spawn. Dat doe ik wel. Nou, dat doen we straks wel. Ik heb er nu niet echt zin in om dat te doen. Nee, je bent midden in de opname. Nee, ik ben ook lui. Dat heb ik ook altijd. Dan denk ik van, moet ik het nou echt? Moet het nou echt? Kom op. En dan doe ik het en dan heb ik er toch geen zin in. Dan doe je het verkeerd en dan ben je te lui om weg te halen. Ja, of dat ook. Iron! Yay! Nice, nu hebben we lekker veel iron. En misschien ga ik zelfs een keer doen dat er gewoon 3 mensen meedoen. Wie weet. Gewoon gezellig met z'n drieën.
Trio. Nee, dat niet. Dat gaat met de fur. De fur? De fur. Net zoals zo'n kakker, de fur. De fur. Ben je ook aan het minen? Nee. Nee. En als je het zelf in de server hebt gezien, dan kan je dat gewoon lekker zeggen. Vind ik leuk om te zien. En dan weet ik altijd tenminste mensen op de server komen. Anders voel ik me altijd zo alleen. Hè? Wat? Dat ik altijd alleen voel als ik in de server zit. Niemand die joint en zo. Daar ben ik toch voor. Want? Ik ben ook altijd s'avonds laat nog online. Echt, ik niet. Echt wel. Ja, ik niet. Nou, ik wel. Ja, ik soms, maar dat is dan 3-4 uur s'nachts. Ja, dan lig ik nog wel op mijn PS3, maar dat is anders. Dat is weer een ander verhaal. Ik heb een mineshaft gevonden. Applausje waard, hè? Is een applausje. Ben je dood? Nee. Bijna dus? Beetje veel zombies. Oh, nee. Ja, nee, dat gaan we niet doen. Een skeleton die volgt mij, help. Kom naar die grot toe, ding. Hé, hey, ik moest hout hakken. Doe het zo. Ik moest hout hakken, niet jou redden. Ah, Chris. Hi. Scumbag. Scumbag admin. Moet ik een tuintje voor je maken alvast met zo'n ribbordje, rib met dat boy. Daar moeten ze plugin van maken. Gewoon op de als plek dood bent. Als je dood bent, komt er gewoon zo'n bordje met rib. En kan je wel helpen nu, want ik zie je nu. Ja, deze bomen. Het zijn er te veel. Ik trek het niet langer. Waar ben je nu aan? Oh daar. Kom eens. Wat voor zwaard heb je? Hout, zoals het gewoonlijk. Wat denk jij dan? Ik kom met dia aanzetten ofzo? Nee, ik kom met iron aanzetten. Oh, ik heb je hout. Nice, doe maar in de chest. Kijk. Nou, ik maak voor jou ook wel een zwaard van iron. Die wil ik wel terug graag straks, als je niet meer opneemt. Ga, kom terug! Wat doe je? Chris! Chris! Kom. Kijk, hun wachten al op ons. We waren echt fucked up veel. Het is een kredietcrisis. Ja, zeker. Oh nee, oh gelukkig, ik ben niet dood. Hey, ik heb even eten voor jou. Oh, ik heb nog genoeg. Ja, oké. Okay. Doe het wel even in de oven. We hebben gelijk voor iedereen die hem nog met je mee komt doen. Genoeg. Yep. Even kijken. Ik heb geen toortjes meer. Even snel maken. Hoi, zombie. Hey, zombies. Heel zombie. Zombies. Oké. Okay. 12 toortjes. Oh, 19. En ik heb 4 iron voor je nog. En ik heb hier ook nog 4 iron die ik aan het minen ben. En ik kom een skeleton en een zombie aan. Deze mindset is wel vet eigenlijk. Denk ik. Ik heb nog... Wat moet ik eigenlijk doen met die ding? Hoe heet het nou? Wat? Oh, je champignonboom. Gewoon omhakken. Oh, oké. Okay. Oh, nou gelijk is mijn pickaxe kapot. Maar... Kijk, wat kan je met die mushrooms aan? Dan kan je een mushroomsoep van maken, toch? Maar dan moet je ook die andere mushroom van hebben. En dat is juist het mooie ervan. Precies diezelfde boom die staat er ook nog. Dus je hebt eten. Heb ik eten? Ik heb toch sowieso al eten? Ja, nog meer eten. Dat is toch goed genoeg? Hier ben ik nog al geweest. Hier ben ik... Ping. Wauw. Ik heb iron. Heel veel iron. Nou, 2 maar. Oh, hier is er nog 3. Ah, iron is niet te kort hier. Nee. Auw.
En nog een shaft. Ik ga die andere boom even pakken. Dat ik van ja, niks. Dank u. Daar ben ik blij mee. Oké. Hier is kool, maar dat heb ik al genoeg, denk ik. What the fuck? Oh, wauw. Zo. Ik ga weer terug naar boven. De cammen zelf, dan ga ik verdwalen. Ik ook altijd, maar ik ga dan naar boven en dan kom ik regelmatig in een berg uit. Oh, ik niet. Daarnaast van die strings kan je toch een pijl en boog en wol maken en zo. Ja, ik heb één wol. Wol? Wist ik niet eens. Ja, als je die strings gewoon, als je E drukt, dan kan je... heb je vier van die dingetjes. Als je zeg maar, gewoon zo vier van die dingetjes vol maakt met strings, dan krijg je wol. Dan krijg je één wol. Oh, wist ik niet eens, joh. Handig. Ik kwam er een keertje achter omdat iemand het zei tegen me. Dacht van, je lult. En mijn opname viel weg, dus... ja. We gaan gewoon weer lekker verder. Ik ga zo weer naar boven. Ik zie hier een hele mineshaft. Ga ik niet in. Denk ik. Doe ik later wel. Waar moet ik heen? Hierheen. Ik ga gewoon weer lekker naar boven. En dan ja. Dan ga ik afsluiten, denk ik. Ben je er nog, Chris? Ik ben er nog. Ah, oké, mooi. Dan ga ik even afsluiten zo. Ik heb dit kool ga ik even weghakken. Zonder pickaxe. Niet handig dat het. Maar ik heb 14 iron in ieder geval. Dat is wel chill. Wow, iets te veel eten. Sorry, ik kon niet laten. Even kijken. Die gaat erin. Heb jij nog één bol kunnen fixen? Of heb jij nog strings? Nee, ik kan wel even voor je zo. Ik heb nog twee strings nodig. Hey, ik heb al wol, laat maar. Oké. Het is wel grijs wol, maar so be it. Dus, kijken. Ja, het werkt. Het werkt. Even kijken, even sticks. Ik maak van 1 stack. Dark, ja, stack. 61 gewoon. Sticks. Zo. Dan heb ik in ieder geval genoeg. Dan ga ik jullie vragen om op deze video even een duimpje omhoog te doen. Een blauw duimpje is er tegenwoordig, denk ik. Even op mijn kanaal te abonneren. Heb jij Twitter of een kanaal of wat dan ook, Chris? Mijn Twitter. Wat is je Twitter? Dat ben ik alweer vergeten. Oh, nou, in ieder geval. Als hij zijn Twitter ooit weet, dan zet ik hem wel in de beschrijving. En dan... zie ik jullie de volgende keer weer. Jongens, bedankt voor het kijken. Join de server en dan maak ik gewoon kans om mee te doen. Dus wil je meedoen, join de server. Dat lijkt me wel een cool plan. Niet slaan, is niet lief. Ik ga dood, niet doen. Gek. Oké, jongens bedankt. Doei.